Je vraagt je af, kan ik straks nog wel iemand bereiken als adverteerder zijnde? Heel veel adverteerders denken dat het allemaal heel erg veranderd is. En dat valt eigenlijk wel mee. Welkom bij The Future of YouTube hier op 7D TV. Een programma dat we samen maken met 5PM, het bureau dat uitgevers en merken helpt aan meer succes op YouTube. En YouTube zal zeker aan bod komen in dit gesprek met Robert van der Huls van M2 Media. Robert, van harte welkom. Dankjewel. Ja, laten we eens beginnen met... laten we jou eerst even introduceren voor die paar mensen die jou nog niet kennen. Wat doet M2 Media en wat doe jij? M2 Media is een mediabureau. Ja. Dus die houdt zich bezig voor adverteerders om op basis van mediaadvies de juiste doelgroep te bereiken. En mijn rol daarin is als insights director. Dus ik kijk naar data, consumentengedrag, concurrentiegedrag, om eigenlijk tot het beste advies te komen. En heb je daarvoor geleerd ook? Ik heb marketing gestudeerd. Ja. Dus ik heb wel daar de kneepjes van het marketingvak geleerd. En, ja. En daar is eigenlijk de liefde ontstaan ook met onderzoek. En om die twee dingen samen te brengen, dat is eigenlijk wat ik nu aan het doen ben. En data dus, veel data. Ja, veel data, veel onderzoek. En het zijn vaak twee werelden die soms nog wel eens verschillende talen praten. Ja. Dus ik probeer daar eigenlijk een beetje de brug tussen te zijn. Okay. Onderdeel van de Candid Group, ambitieuze groep in de bureauwereld. En, ja. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. We gaan het hebben over eindelijk een beetje de toekomst van YouTube. Maar dat niet alleen, laten we eens wat breder kijken en beginnen bij tv kijken. Nou, ik ben een oude lul, dus tv kijken voor mij betekende de commerciële of de publieke. Ja. Hoe zie jij dat speelveld bewegen? Laten we daar eens mee beginnen. Met het klassieke televisie kijken. Wat zien we daar gebeuren? Wat je daar ziet gebeuren is dat het eigenlijk steeds... Kijk, in Nederland is het zo dat je gewoon een hele oude groep kijkers hebt. Je hebt een grote groep 45-plussers. En die kijken nog heel veel op traditionele manier. Er gebeurt inmiddels wel heel veel. En dat gebeurt nu bij de jongere generatie. Ja. En dat schuift zich steeds verder op naar de oudere generatie. Ja, en die ouderen die gaan uiteindelijk ook dood. Ja, ja. Dat duurt alleen nog even. Ja. Dus tot die tijd geloof ik ook dat het Nederlands tv-landschap... los van wat hier en daar wat overnames en wat samen... Juist, ja, ja, ja. Dat wel. Maar de echte samenwerkingen, die komen nu nog niet. Nee. Omdat het water gewoon nog niet hoog genoeg staat. Ja, bij die, maar dat gaat wel gebeuren. Dat gaat wel gebeuren. Ja. En heeft het dan over een paar jaar of over 10 jaar of over... Ik denk, voordat een hele generatie eruit is, bij wijze van spreken... ik denk dat je wel over 10 tot 20 jaar nog praten. Maar het betekent niet dat er geen dingen gaan veranderen. Nee, precies. Zeker niet. Nee. Nee. Kijken naar de VOD-markt, met name de online platforms. Daar zijn natuurlijk een paar merken die meteen opkomen, maar die wel verschillen onderling. Kun je daar eens wat op inzoomen? En dan wil ik daarna inzoomen op de scenario's als het gaat om de toekomst, ook met name richting de adverteerders waar jullie natuurlijk mee werken. Ja. Als we eerst naar die platforms kijken, Netflix, Disney Plus, wat is het? Apple TV, Amazon, Prime. Ja. Dat speelveld, schets eens, wat zijn dat voor spelers? Hoe verschillen ze? Netflix, dat kent natuurlijk iedereen. Is ook de absolute marktleider, was de eerste. Heeft altijd de goede content gehad. Ja. Heeft een enorme base aan abonnees opgebouwd. Ja. Volgens mij zijn het er nu zo'n 3 miljoen betalend. Maar er kijken er wel 5 miljoen of meer. Ja. Ik bedoel, de abonnementen worden heel veel gedeeld. Zo is het nou eenmaal. Ja. Hebben ze overigens wel onlangs aangekondigd om daar... maatregelen. Om dat echt aan te gaan pakken. Dus dat gaan doen. Ik ook. Ja. Concurrent users kan me voor. Als ik een abonnement heb en ik mag met 5 man kijken... dan kun je bij persoon 6 kun je de knop dichtzetten. Maar... Dat klopt. Maar ze hebben het ook echt wel over technieken met GPS... en of je überhaupt wel eens op dat thuisadres bent. Maar ik weet niet of dat privacy technisch mag... Ja. Maar dat is heel interessant. Netflix is dus echt absoluut een marktleider. En eigenlijk is daar sinds kort... Er gaat nu verandering in komen, want Disney Plus is onlangs gelanceerd. Ja. Een soort van soft launch. Wat kunnen we daarvan verwachten? Het is een enorm grote contentproducent. Ja. En hebben al heel veel. Hebben heel veel, trekken dat van Netflix af. Wil je straks Disney-content kijken... dan moet je toch echt dat via dat platform doen. Mm-hmm. Dus dat maakt ze sterk. Mm-hmm.
Alleen moeten zij, ja, wel, ze beginnen wel from scratch eigenlijk met, ja, het opbouwen van een consumenten, directe consumentenrelatie. Is het een andere dynamiek dat zij wat multipurpose? Zij hebben natuurlijk veel meer dan alleen maar, ja, online video. Terwijl Netflix natuurlijk een pure player die alleen dat online videoplatform heeft. Maakt dat de dynamiek nog anders voor een Disney Plus? Ja, zeker. Hmm. Want voor Disney Plus is het dus niet zo dat ze gelijk alleen maar afhankelijk zijn van abonneegeld. Ja. En dat is bij Netflix wel zo. Ja. Die verhoogt natuurlijk ook nu al elke keer de prijs weer met een euro of 1-2. Dus je merkt dat dat daar al, hè, dat wordt duurder. En Disney kan nu zijn dienst gewoon voor 6 euro in de markt zetten. Dus wat dat betreft hebben ze qua prijs daar een goed voordeel te pakken. Mm. Ja. En dan hebben we nog een, ja, Apple TV, doet die mee? Want die hebben nu ook weer een plus-achtig... Ja, het is aangekondigd. Hè? Ja. En ze gaan ook starten half november of eind november. Gratis bij het aankoop van hardware wordt dan genoemd. Ja. Dus kan dat natuurlijk heel hard gaan dan? Het kan heel hard gaan. Het is wel zo dat ze qua content niet veel hebben. Het is echt heel beperkt. Ze hebben wel wat grote namen, maar het is nog heel beperkt. Hm. Maar ja, ook daar, ze zijn niet afhankelijk van abonneegeld. Mm. Dus ze geven het nu gewoon een gratis een jaar weg bij een nieuwe iPhone. Ja. Wat ze een enorme base gaat opleveren aan abonnees. Maar de vraag is of dat model premium content oplevert waar wij op zitten te wachten. Ja, inderdaad. Mm. Zeker. En geldt dat ook voor Prime? Prime is weer... Kijk, Amazon is soort van... Ik zie Amazon altijd als een soort van speler die in het buitenland heel groot is en daar nu heel erg op richt. En Nederland is nog een beetje... Hè? Bijlandje. Ja, bijlandje. Ja. Dus de Duitse website is naar het Nederlands vertaald. Ja. En nou ja, het is allemaal net niet. Maar ondertussen is er volgens mij best wel wat verkeer richting Amazon. En het is natuurlijk gewoon een enorm grote speler. Maar ook daar is het onderdeel van eigenlijk een abonnement op Amazon. Dus je neemt dat abonnement omdat je gratis bezorging krijgt. Prime Day, de hele mikmak. En je krijgt een videokanaal. En je krijgt er gewoon een videokanaal bij. Ja. Dus op die manier is het een hele andere dynamiek. Ja. Je hebt ik heb een artikel over gelezen waarbij je ook een aantal scenario's schetst. Hè, als het gaat om de toekomst en dan met name de rol van adverteerders. Want dat is wel een dingetje. Ja, ik als consument... Het is voor mij echt goddelijk. Ik vind het heerlijk. Ik sluit de deuren van Netflix en ik zeg adverteerders, aju paraplu. Ja. En ik kan lekker doen wat ik wil, namelijk series of films kijken. Hoe zie jij de scenario's voor adverteerders in dat online video gebeuren? Ik denk allereerst dat het is sowieso natuurlijk heel boeiend wat er staat te gebeuren. Want inderdaad, je vraagt je af, kan ik straks nog wel iemand bereiken als adverteerder zijnde? Ja. Maar ik denk wel dat er iets meer nuance nodig is. Vertel. Allereerst zijn er natuurlijk altijd nog de avondplatformen. Ja? Dus dat is, zoals YouTube? Ja, zoals YouTube. Is YouTube daar echt by far gewoon... Dat is toch YouTube eigenlijk, als je het hebt over de algemene... Dat is YouTube, maar je hebt natuurlijk ook de Nederlandse broadcasters die daar een model op hebben. Hè. Je hebt de RTL. Dus het is allemaal wat kleiner, dus wat minder bereik. Dus YouTube is daar zeker de grote speler in. Mm. Ik denk ook dat YouTube daar uniek in is, omdat de content heel anders is. Het is in principe gewoon, het is user-generated content. Ten dele natuurlijk. Hè? Ten dele. Ook wel de professionele partijen. Zeker, die doen het, hè, erbij om dat bereik mee te pakken. Omdat ze het op hun eigen kanaal misschien tekort schieten. Hmm. Dus dat is zeker de kracht van YouTube. En iedereen kan in principe produceren voor YouTube. Het is een, ja. Maar gaan wij, wat gaat er gebeuren met Netflix in dit model? Want als Netflix meer concurrentie krijgt, bestaat de kans, kan ik me zo maar voorstellen, dat hun marktaandeel slinkt. Ja. En dat ze misschien op een gegeven moment zeggen, misschien moeten we toch eens wat met adverteerders gaan doen. Ja. Loop ik als kijker het risico dat ik over een paar jaar toch advertenties ga zien op Netflix? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Dus onlangs is het ook besproken op een groot internationaal forum over de toekomst van tv hier in Nederland. En daar werd ook gesproken over hybride modellen. Wat eigenlijk een combinatie is van advertising voor een gereduceerde prijs. Dus in plaats van dat je de volle pot betaalt voor een VOD-dienst van 12 euro... komt er ook een variant van 6 euro waarbij je een paar advertenties krijgt... maar wel alle content kan kijken. Dat is het Hulu. Hulu is daar een goed voorbeeld van, hè, in de Verenigde Staten. En je ziet gewoon dat consumenten die, wanneer ze de keuze hebben...
dan kiezen ze toch voor die gereduceerde prijs. Ja? Ja. Dan hebben ze toch laten adverteerders maar komen? Ja. Want het, money is money. Nou ja, het zal niet zo zijn dat je gelijk 10 ads voor je kiezer krijgt. Ze doen dat best wel op een goede manier. Dus het zijn wat meer kwalitatieve blokken, om het zo maar te zeggen. Om ook niet mensen gelijk weg te jagen. Hmm. Maar dat model heeft wel voor broadcasters heeft dat de grootste potentie in de termen van omzet die ze per klant kunnen gaan behalen. En hoe zie jij toch het onderwerp van dit gesprek, de future of YouTube? Hoe zie je YouTube hier in de komende jaren bewegen? Want je hebt daar dan ook zo nu en dan zie ik nu in één keer van die alertjes van hey, betaal een heel klein bedragje en dan ben je van de commercials af. Zeg ja. Maar. Gaan zij de andere kant op dan? Het is op dit moment wel de kracht dat zij nog dat model eigenlijk aanhouden. Ze proberen het open platform. Ja, ze proberen natuurlijk wel met dat YouTube Red. Ze hebben het al geprobeerd, maar het zet niet door. Dus op dit moment is het... Ja, mensen zijn ook op YouTube nog wat minder aan het zoeken naar de soort van langere content die echt kwalitatief is, waar je voor gaat zitten, waar je even op de bank gaat relaxen. Snap je? Dus het is toch een ander speelveld. Terwijl algoritme technische nu toch wel echt focussen op langere content. Hè? Wat is het? Ja. 15 tot 18 minuten volgens mij. Klopt. Dit gesprek. Ja. Daar vindt YouTube wel fijn. Dat is natuurlijk ook een groot verschil met wat het een paar jaar geleden was. Ja, ja. Dus ze doen het stapje voor stapje. Ja. En dat gaat zeker groeien. En ook zij gaan uiteindelijk toch langere series produceren. Eigen content misschien wel. Daar gaat zeker meer in gebeuren. En je ziet het nu ook al gebeuren bij de... Als ik dan heel erg naar de mediaplannen trek die wij maken, dat YouTube daar ook al een groter aandeel in gaat pakken. Ja? Ja, ja, want het begon eigenlijk altijd als een soort van aanvulling op het bereik wat je verliest op tv. Ja. En je ziet nu ook al dat YouTube kan een hele grote rol spelen als je zeg maar wat lager in de funnel, echt in een tel- of een sell-fase, als je daar YouTube inzet. Daar hebben ze best wel goede business cases in. Ja. Dus dat gaat zeker groeien. Ja, en de bereikcijfers die groeien natuurlijk naar elkaar toe. Als we eens kijken naar de merken, die jullie, de adverteerders die jullie bedienen. In hoeverre gaan ze zelf in de toekomst uitgever worden en hun plek claimen op een kanaal als YouTube? Dat gaat hoe dan ook groeien. Content is gewoon heel belangrijk. En je merkt het ook al met alle adblockers en alle manieren die mensen bedenken om maar niet naar die commercials te kijken. Moet toch een signaal zijn voor adverteerders, toch? Zeker, ja. Zeker. Dus content gaat sowieso, content marketing gaat sowieso blijven groeien. En je ziet ook dat de grote proctors van deze wereld, die gaan ook weer wat meer terug naar dat soort manieren. Zijn zelf ooit begonnen. Maar zeggen ze eindelijk de auto's weg naar Rome met de soap. Super klassiek. Ja. Maar die maken ook wel echt langere series van meerdere afleveringen. In samenwerking met een grote contentproducent. En die, in dit geval Procter maakt nu series wat dan weer op National Geographic wordt geplaatst. Ja. Wat weer van Disney is. Op die manier kunnen ze wel hun merken koppelen aan bepaalde thema's. Zonder dat het echt met product placement over the place is. Is het dan meer involvement met een bepaald thema of met een bepaald domein wat de waarde is van dat soort advertenties in plaats van alleen maar product placement? Ja, zeker. Ik denk dat je het heel goed kan gebruiken om bepaalde imago doelstellingen meer kracht bij te zetten, echt op merk. En veel minder op het verkopen echt van je shampoo of zo. Ja. Ja. Wat zijn nog meer insights die jij vanuit jouw kennis op dit moment veel op tafel legt in de gesprekken met adverteerders? Als het gaat om online video? Ja, één daarvan is als het gaat over video, is dat mensen denken dat, of over mediaconsumptie, is dat heel veel adverteerders denken dat het allemaal heel erg veranderd is. En dat valt eigenlijk wel mee. Hmm. Als we kijken naar de data, dan consumeren consumenten ongeveer 3 uur videotijd op een dag. Dat is dit jaar zo, dat was vorig jaar zo. En in 2013 was dat eigenlijk ook zo. Alleen de kanalen verschillen. Dus de manier waarop, die verandert. Maar we zijn best wel kuddedieren. En we vinden het nog steeds heel fijn om na een dag lang werken op die bank te ploffen. Hmm. Dus daar verandert eigenlijk niet zoveel. En dat duidelijk maken en niet met alle trends misschien gelijk weer mee willen gaan of iets over. Hoeveel abonnementjes nemen wij als consument op dit soort kanalen? Want dat houdt op een gegeven moment, ik word ook wel op een gegeven moment zo, je loopt helemaal leeg. Ja,
Netflixje. Ja, ze hebben een inschatting gemaakt op basis van echt de data uit Amerika. Ja. Dat zit tussen de 2 en 4 videodiensten die er... En dan ga je uit van ongeveer een tientje per dienst. Ja. Is er nog een onderscheid te maken tot slot tussen B2C en B2B? Werken jullie veel voor B2C-brands of ook voor B2B? Wij werken voornamelijk voor B2C-brands. Oké, maar kun je iets zeggen over B2B? Is dat een compleet ander domein? Je merkt daar wel dat content een hele wat belangrijkere positie heeft. Hmm. Dus content marketing, en omdat je toch iets meer van jezelf kan laten zien. Ik denk wel dat daar toch wel andere wetten kunnen gelden. Ja, en misschien iets minder op zoek naar de massa als een consumentenmerk. Ja, iets meer kwalitatief bereik in plaats van massabereik. Ja. Dat is daar veel belangrijker. En je merkt dat je met dat soort samenwerkingen op content kan je ook echt de diepte in. Dus kan je veel meer vertellen, veel meer laten zien. Wat zijn de randvoorwaarden om goed en succesvol als merk op YouTube de komende jaren je ding te doen? Wat zou jij dan als handvatten in ieder geval meegeven als richtlijnen aan adverteerders of merken? Allereerst zou ik heel goed kijken voor welke doelstelling je aan het werk bent. YouTube is zeker een belangrijk kanaal, alleen het maken van content is niet, dat is niet het enige. Hè? Je moet het daarna ook nog bij je publiek zien te krijgen. Ja. Dus daar moet je heel goed naar kijken. Je moet heel goed in de gaten houden hoe het gaat met mediaconsumentengedrag. Dus hoeveel YouTube consumeert welke doelgroep dan? Ja. En wat zijn goede momenten? Wat je ook heel erg ziet is dat YouTube gekeken wordt door de jeugd op bepaalde tijdstippen. Hè? Dat, ja. Gaat weer een beetje toch weer naar een soort van lineair, zo'n horizontale planning. Om 3 uur een nieuwe stuk tv-video en iedereen zit... Dus on-demand moeten we eigenlijk ook weer relativeren. Misschien. Ongelooflijk. Ja. Ja. Wat zijn goede tijden? Het is lastig om te zeggen. De zondag is een goed tijdstip, weet ik. Maar ook de middagtijdstip, dat ligt eraan voor wie je produceert natuurlijk. Ja. Is het voor wat schoolgaande kinderen, dan wil je eigenlijk wanneer ze net klaar zijn, is het voor moeders die de boodschappen doen. Dan kan je misschien een heel ander tijdstip kiezen. Ja. Maar het blijft dus inderdaad weer een kwestie van het programmeren op tijd gewoon weer. Dus toch weer een soort broadcast eigenlijk. Eigenlijk wel. Nothing changes. Nothing changes. Dankjewel voor dit gesprek, Robert. Graag gedaan. Dat je gast wilde zijn. En dankjewel voor het kijken naar weer een van de afleveringen van The Future of YouTube namens 5PM. Dank voor het kijken. Als je het leuk vond, abonneer je op ons kanaal en duimpje omhoog van deze video. Dankjewel. Hoi.